Goedendag kijkers en leuk dat u kijkt naar Altena Over de Kook. Vandaag zal de strijd worden uitgevochten tussen aan mijn linkerzijde de docenten en aan mijn rechterzijde de leerlingen. Want wie van hun kan het beste koken? U ziet het vandaag in Altena Over de Kook. Lekker. Kan ik al iets proeven? Is dit te eten al of nog niet? Nou, ik raad mee. Nou, dat is niet te eten. Nee, dit is niet lekker. Oh, dit moet je nog even koken, want dit is niet zo lekker. Ja, ik moet nog gewassen worden en nog gekookt worden. Ook nog gewassen? Oké. Gadver. Bedankt voor je advies. Jammer. Maar hey, het ziet er goed het uit. Het wordt zeker opgevolgd. Oké, dankjewel, dankjewel. Vandaag zullen zo'n 40 gasten voorzien worden van 2-3 gangen menus. Eén van de docenten en één van de leerlingen. Iedere gang krijgen de gasten een bord van beide teams. Het bord wat ze het lekkerst vinden gaat met terug naar de keuken. Het team met de meeste borden aan het eind van de dag wint Altena Over de Kook. Wat doe jij? Ik ben pastinaak aan het schillen. Pastinaak. Je moet de mensen overtuigen hè, dat het lekker is. Pastinaak is echt kei ranzig. Maar jullie gaan er iets lekkers van maken? Ja, we gaan er echt iets lekkers van maken. Het komt helemaal goed. Ik ben benieuwd. Laat ik het daarop houden. Ja. Ik heb net gezien dus wat ze gaan maken. We hebben direct de Mac gebeld en besteld. Ik hoop dat ik het red. Mag ik iets vragen? Nee, zie je toch? Ja, maar dat is juist goed. Nu, juist op het scherp van de snede, moet ik u confronteren met deze lastige vraag. Wil je proeven? Ja, kan dat? Ja, in theorie wel. Maar ook jullie aardappels moeten nog gekookt. Zijn dit aardappels, by the way? Ja, dit zijn aardappels, maar nee, die gaan we niet koken. En besmeert u die altijd met kruidenboter, denk ik? Ja, ja, ja. Dat is geheim recept. Dat is geheim recept, ja. U heeft een probleem, hoor ik. Ik heb geen probleem. We hebben dorst. U heeft dorst? Ja, want als je kookt, dan is het ook belangrijk dat je de stembanden gesmeerd houdt. Precies. En dat doe je met drank. Met... En dat is geen water dan, hè? Want nee, nee, nee. Water... Geen gemeentepils, maar... Nee, water is zeker altijd een spul waar kikkers in neuken, hè? Dus dat doen we. Heeft u verder nog andere dingen die u van het hart wil, maar die u normaal nooit zou zeggen als er een camera draait? Ja, ik zeg altijd maar zo, hè? Aan een glaasje wijn is nog nooit iemand dood gegaan, zeg ik altijd. Precies. Wat bent u aan het doen, meneer? Nu aan het opruimen. Nou, wat goed, wat goed. Als uw vrouw kijkt, dat kan die dus ook gewoon. Ja, maar dat weet mijn vrouw. Ja, doet u thuis vaak opruimen? Nee, dat is het enige waar ik echt slecht in ben. Maar u doet het wel. Meneer, ik ben trots op u. Oh, bedankt. Maar wat heeft u nou net gedaan? Twee dingen. Ja. Toetje voorbereid. Jullie zijn nu al bezig met het toetje. Goed bezig. Dat hebben... Dit loopt als een team. Ja, ik heb het de leerlingen nog niet zien. De machine. Ja, daarom. Dus ik heb er vertrouwen in, meneer. Succes. Ja, dat vertrouwen is volledig terecht. Zoals jullie kunnen zien, zijn de kandidaten al druk bezig met de voorbereidingen. Of nou ja, de meeste kandidaten dan. Wat ben je aan het doen? Ik ben nu paddenstoelen. Oh, ja, kut. Kleur er maar over. Kut. Ja, was ook niet lekker hoor, laat mij maar. Hé, hey, nee! Zo. Nee, maar ik ruim dat voor je op, hè? Ja, dan moet je zo, nee, zeg je bedankt, Mitch. Bedankt. Goed zo. Het is maar goed dat mensen pas laten zien hoe dit is bereid, want dit ziet er niet nou, uit. Kom ja, op. Nou. Nee, maar het wordt hartstikke lekker. Het is echt super lekker. Ja, de kijkers kunnen natuurlijk niet nee, ja, dat snap ik. Ruiken hoe lekker dit ruikt. Ja, ik ook niet. Jij natuurlijk als champignon-fan. Ik haat champignons, dat weet je, hè? Ja. Maar ik heb er wel vertrouwen in nog. Ja, dat snap ik. Echt wel. Dat zou ik ook hebben. Zal ik er wat voor je bij doen of zo? Wat meel? Nee, dank je. Oké. Nou, als je hulp nodig hebt, dan roep je, hè? Ja.
ben al lekker bezig geweest. Ik ben lekker bezig. Leo is de chef kok, hè? Ja. Ik moet een beetje de tafel in de gaten houden, hè? Ja, ik heb, ben daar net al geweest. En dus ik heb al, ik wil zeggen, jongens, hou de tafel schoon. En dat zet niet, de kruiden terug. Dat is niet echt zijn ding, zie ik. Het gaat goed. Het gaat lukken. Maar en over uw teamgenoot, bent u tevreden? Altijd. Want, ja, die groep is zo compact. Daarover maar één oog en dan werkt het gewoon. Het is wat anders zo. Ja, als je knip het, als je die tuttenbollen ziet. Ja, je ziet het nu ook. Één grote chaos. Eén grote chaos. Ja. Jullie hebben, ik merk gewoon spanning tussen jullie. Ja. Dat is al jaren. Dat is al jaren. Ik heb er maar 1 jaar in de klas hoor, maar ze moeten PO nog inleveren. Nog steeds? Nee. Helemaal niet! Ik heb vanochtend nog ingeleverd. Het was niks. Het was 1 ingevuld. Ja, dat zei ze gisteren al, hè? Ja, precies. En terwijl de gasten binnendruppelen, loopt de spanning in de keuken langzaam maar zeker op. Meneer, zeg eens, hoe is het met de druk? Voelt u al spanning? Ja, er begint nu spanning te komen. Ja, u begint ook al een beetje nerveus te raken? Nou, dat niet, maar nee. Maar het is nu even haastig. Nou, dat snap ik. Oké, ik ga snel meneer Van Vuren lastigvallen. Ja. Doe u lekker uw ding. Ja, maar die man die kan multitasken. Zeker. Toch? Tuurlijk. Net als alle vrouwen. Nee, sorry. Nee, ik zal nu stoppen. Daar praat ik niet meer. De spanning is om te snijden. Kijk, moet je, zelfs meneer Blom begint harder te lopen. Begint echt is de spanning echt om te snijden of maakt u nog niet zo zorgen? Nee, ik maak me geen zorgen. Maar nee. Controle. Precies, daarom. Maar ja, dit zijn de docenten. Loopt op zich heel prima. Ik zie hier nog wel heel veel lege borden bij de leerlingen. En ze hebben op dit moment nog een kwartier de tijd. Laten we eens even gaan vragen hoe dat er nou voor staat. Oh, Pip, jij kijkt echt serieus. Vind je het spannend? Maak je je zorgen? Timing, hè? Ja. Timing is alles vandaag. Oh, dit ziet er heel goed uit, ja. Ben jij tevreden? Nou, het zijn niet mijn gehaktballen, maar ik weet dat Isabel heel tevreden is. Oké, dat is mooi. Ben jij ook tevreden? Ja, ik vind het heel goed gaan. Heb je al geproefd? Ja. Jij mag ook een stukje proeven. Is dit al klaar? Ik vind het altijd wel, want ik ook een. Ja, toch? Oh mijn god, dit is echt heel goed. Ja, ik pak het andere stuk ook. Gast! het gaat best wel goed, denk ik. Dus we gaan denk ik even terug naar de gasten, want het is 6:15 en ik moet op. Terwijl Mitch de gasten welkom heet, zetten de kandidaten de puntjes op de i om een zo goed mogelijk voorgerecht uit te kunnen laten serveren. De leerlingen maken paddenstoelenragout met groene asperges en dat lijkt bijzonder veel op de champignonsragout van de docenten. Dat wordt spannend dus! Mag ik jou iets vragen? Ja. Vind je het lekker? Ja, lekker. Je hebt pas de eerste op. Ja, ik ben het te snel. Oh, nee, dat maakt niet uit. Hè. Je hebt alle tijd. Nee, je hebt nog 4 seconden. Nee. Je hebt al wel beide op, Femke. Vind je het lekker? Ik vind het allebei heel lekker, ja. Oeh, dat wordt lastig kiezen. Je mag er maar 1 doorlaten. Ik denk dat ik al wel een favoriet heb. Maar... Ja? Mogen we al weten welke? Mag ik spoilen? Ja, nou, omdat jij het bent, mag je spoilen. Okay. De kijkers smachten naar jouw keus. Ik vind deze net iets lekkerder, denk ik. Maar ik hou ook meer van pastijtjes dan toast. Dus. Ja, precies. Ja, dan is het toch, dan is de keuze makkelijk. Ja. Hallo meneer. Hey, goedenavond. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Wat vond u het allerlekkerst? Het allerlekkerst? Ja. Deze. Die? Ja. Ik weet niet wat erop lag. Was dat die met die wat was? Ja, dat pastijtje, ja. Oeh, er was net ook wel iemand. Dus dit team mag die zich wel zorgen maken. Die was niet vies, absoluut niet. Maar toch, deze was wel lekkerder. Deze was iets om, ja. Wat vond u daar zo lekker aan? Het was wat fijner, de vulling. Dit was wat grover en wat zuurder. Was wel lekker hoor, maar ja, het is half 7. Ik weet wie ze heeft gemaakt, dus ik snap wel waarom die wat zuurder was. Bedankt voor uw kritiek in ieder geval. Ja. Ik zal het doorgeven in de keuken. En in die keuken wordt er al hard gewerkt aan het hoofdgerecht, dat binnen enkele minuten uitgeserveerd moet gaan worden. Ik heb over jullie wel een goede reactie gehoord. Echt? Ja. Beter dan die van de docenten dan?
Ja, maar weet je, dat is een keuze, hè. Je moet altijd kiezen tussen jullie of de docent. Maar ik hoor hier zo fout. Meneer Van Klinken, u wil reageren? Ja, dat afkammen van de tegenstander. Nee, helemaal niet. Ja, ik sta uitermate positief in deze competitie. Maar ik vind, je moet altijd uitgaan van je eigen kracht en niet van de zwakte van de tegenstander. En wat ik hoor hier is een soort aanval waarbij ja zo badinerend, dat woord kent ze toch niet, badinerend gedaan wordt over de kwaliteit van onze gerechten. Terwijl ja, wij beschouwen hen ook gewoon als gelijkwaardig. Ja. Iets minder gelijkwaardig dan wij, maar wel gelijkwaardig. Nou, ik moet wel zeggen, meneer, ik vind het er heel goed uitzien. Ja, dat weet ik. Ja, ik ziet er wel goed uit. Ik ben benieuwd. Oh, stop. De microfoon zit niet bij je mond. Een compliment? Ja, het ziet er zeker goed uit. Dat kan ik kwijt, ja. Gaat het? Gaat het? Zo cute. Ja, arme jongen. Nou, hij kan het niet meer aan. Wij gaan door. Nee, Mark! Jij ook hier! Nou. Nee, wat vond jij ervan? Ik vond het heel verrassend, Mitch. Dat is echt een... Ja, wat vond jij het lekkerst? Oeh, je hebt dit laten liggen. Ja, het is een halve asperge, maar daar laat ik niet mijn oordeel van afhangen, hoor. Nee, niet dat je halve asperge bepaalt. Je was er gewoon al uit. Nee. Je bent er nog ik niet heb uit. Nou, uiteindelijk wel, maar het duurde heel lang. En wat is het geworden? Toch het pastijtje. Ook het pastijtje? Ja, toch wel uiteindelijk. Maar het was een close call, hoor. Jij als sentimentele man, welke emotie riep het op? Ja, heel veel verwarring, eenzaamheid, wanhoop. Ja. Nou, dat zijn wel de basisemoties die eigenlijk nu... Ja, precies. Nee, ja, leuk. Ja. Nou, story of my life. Dank bedankt. Geen probleem, Mitch. Nadat de finishing touches waren toegepast, was het eindelijk tijd om de hoofdgerechten uit te serveren. De leerlingen hebben een stampotje van pastinaak met gehaktballetjes bereid. De docenten zijn toch een andere richting opgegaan en hebben kipfilet met honingtijmsaus gemaakt. Wie zal deze ronde winnen? Heeft u van alles al een hapje op? Jazeker. En wat vindt u het lekkerst? Nou, ik moet zeggen, het is allebei verschrikkelijk lekker. Oké, dat is al goed om te horen. Ja, het is echt smullen van allebei, dus je proeft ook de liefde waarmee het allemaal klaargemaakt is. Zeker, dat was ook te merken in de keuken. ik ook groot compliment voor wie wat ook maar gemaakt heeft, want ik vind het echt heel erg lekker. Het is, die kipfilet is, vind ik super lekker. Dat kroket dingetje erbij was ook heerlijk. Die aardappel is bij mij niet helemaal gaar, dat is een klein minpuntje dus voor dit team. Dat is inderdaad wel... Die pastinaak die is lekker op smaken gemaakt. Mm. En met die combinatie met het gehaktballetje en die puree. Dat is ook lekker. Zo'n gehaktbal heb ik heel misschien gewoon gepakt, stiekem. Ik vond die hakbal echt heel lekker, ja. Ja, zo, dus, ja. Dus ik moet nog eens even goed bedenken waar ik mijn keuze op laat vallen. Dus je bent er nog niet uit? Nee. Maar ik... beide gewoon top, hè. Dus dan is het moeilijk kiezen. Ja, dat klopt. Dan is het lastig kiezen. Ja, dus, En mag ik u ook iets vragen? Nou, dezelfde vraag eigenlijk. Wat vond u het lekkerst? Deze, die heeft ook al helemaal opgegeten. Ja, nu nog met tegenzin. Dat niet. Maar ik vond dit heel lekker. Ja, nou mooi. Ik zal het doorgeven. Dat is goed. Ondertussen zijn de kandidaten al hard bezig met het dessert. Maar ook de afwas wordt niet vergeten. Hey Julia. Hi. Mag ik jou ook iets vragen? Ja hoor. Wat vind jij het lekkerst? Ik weet het nog niet. Je bent er nog niet uit. Je hebt die gehaktbal al wel op. Ja. Toen had je die pastinaak geproefd en toen dacht je, laat maar zitten. Nee, dat was ook wel lekker, maar dat is een beetje veel. Ja, ik snap hem. Nou ja, maar dit vind je wel lekker? Alleen die aardappel niet echt. Echt niet? Nee, het smaakt een beetje naar rauwe aardappel. Wil je proeven? Ga je die nog opeten? Nee. Oké, mooi. Die van mij ook. Ik stak met mijn vork in je bril. Zat er nog een prullenbak ergens heen? Ik wou zeggen, deze is niet helemaal gaar nu. Ah, ze hebben vast wel hun best gedaan, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Wat vindt u van uw aardappel? Ja, die vond ik ook iets minder. Ja. En wat vond u het lekkerst? Ik denk dat ik voor het stampotje ga. Ja? Ja, die vind ik wel erg lekker. Oh, deze is een stuk verdeelder. Dat is wel goed om te zien. Anders werd het heel sneu voor één team. Ja. Ja, volgens mij is het volgerecht echt keihard gewonnen namelijk door één team. Wat had u bij het volgerecht? Dat pastijtje. Ja, zie je, ja. Nou, dat kwam. Het andere was niet zo heel erg warm. Oh, als hij iets warmer was geweest, was het ook lekkerder geweest, denk ik. Nou, ik vond het kritisch commentaar. Dus ik vind, u heeft uw taak wel goed volbracht. Dank je.
En dan is het nu eindelijk tijd om de laatste gang te serveren. Zal deze gang gaan bepalen welk team zal zegevieren? De leerlingen hebben een tropische pavlova met pistachenootjes en passievrucht gemaakt. Die zou moeten concurreren met de zoetzuurbattle van de docenten. Wie oh wie gaat de strijd winnen? En wat vond u van de toetjes? Ja, heel lekker. Ja? Ja. Wat vond u van de toetjes? Ik vond ze heerlijk. En als jullie moesten kiezen, welke vonden jullie het lekkerst? Die passievrucht vond ik wel heel erg. Passievrucht was het lekkerst. En ja. Welke vond u ik vond deze lekker met het fruit. Oké, dat is mooi. Dan gaat het een beetje gelijk op, zeg maar. Dat zorgt een beetje voor spanning. Jullie mogen ook je mening geven. Wat vonden jullie van deze toetjes? Ja, lekker. Ik vond deze het lekker met die passievrucht pavlova. En wat vond u daar zo lekker aan, mevrouw? Welk gevoel riep dit bij u op? Ja, passie. Pure passie. Nou, mooi. En wat vond u ervan? Ja, ik vond het ook heel erg lekker. Ik ging, ook de passievrucht is allemaal lekker. Oeh, ik merk toch lichte voorsprong voor de passievrucht. Mag ik nog vragen aan u, welke vond u het lekkerst? De aardappel. De aardappel. En van het nagerecht? Nee. Dat is het beste antwoord tot nu toe. Dank u, dank u. Mag ik ook aan jullie vragen welke jullie het lekkerst vonden? Dat mag. Deze. Die. Dat zal Blom leuk vinden. En welke vond jij het lekkerst? Ik ga voor de lichte. De lichte was nice. Ook deze. Oké, ik merk dat deze sowieso gaat winnen als het zo doorgaat. Ja, ik vond alles gewoon geweldig. Ja? Maar dat kan je wel zien, denk ik. Ik heb precies hetzelfde probleem, of de gaven. Maar ik zit wel ruim boven geboortegewicht, dat moet ik wel even toegeven. Dus, maar ik vond die vond ik heel erg lekker. En over het hele diner? Ja, was gewoon geweldig. Ja? Ja, complimenten, ja. Mooi, dat vind ik goed om te horen. Ja, complimenten. En ook die tijd die ze er aan besteden. Ik kan het thuis wel iets sneller. Maar dat is meestal wel een aardappeltje koken of een balletje gehakt maken. Maar dat maakt niet uit. Maar dit was echt iets met liefde gedaan. Ja, geweldig. Ja, het is net een echt restaurant. Hè? Je moet uren wachten. Ja, uren wachten. Maar dat maakt niet uit. We hebben het ervoor over. Terwijl de kandidaten er een feestje van maken, moeten de gasten nog stemmen op het beste totaalplaatje. Dus jullie hebben allemaal zo'n prachtig briefje gehad. Met de menus van de teams. Dus dan kan je ook zien of je alle gerechten van één team helemaal lekker vond. Of... niet verdeeld. En nu is eigenlijk de vraag aan jullie, stel je komt in een restaurant terecht en je hebt twee keuzes voor een drie gangen menu en je weet dus dit kan je krijgen, dat kan je krijgen. Welke zou je dan kiezen? Wat is de beste? Wat past het best bij elkaar? Jullie totaal oordeel over het hele plaatje. En nadat de stemmen nog één keer goed waren nageteld, was het tijd om de winnaars bekend te gaan maken. Achter in de zaal zien jullie de twee karren van de teams. Dit is blauw. En dit is rood. Dit is geen Matchfix fix team. Sorry. Excuus. Maar je voelt hem al aankomen. De winnaars van Altena Over de Kook zijn de leerlingen. Na een lange en intensieve dag blijken de leerlingen toch betere koks te zijn dan de docenten. En met deze overwinning hebben de dames €500,90 verdiend voor NSGK. Met het mooie bedrag kunnen zij kinderen en jongeren met een handicap helpen om er echt bij te horen.